De bereidwilligheid bij slachtoffers van huiselijk geweld om aangiftes te doen is erg laag. Dit vertelde politiecommissaris Stanley Shangour gisteren tijdens de launch van het project Evaluatie Wet Bestrijding Huiselijk Geweld op het poolterras van het Marriott Hotel. De politietopper merkt op dat veel factoren effect hebben op de bereidwilligheid van de slachtoffers om naar de politie te stappen. Binnen het KBS is het voor de aangifte van huiselijk geweld gevallen diverse HG-units op de politiebureaus ingesteld. De politie stelt verder onderzoek in naar de omstandigheden en eventueel strafbare feiten. Echter zien we in de praktijk dat de aangiftebereidwilligheid bij de burger, CQ het slachtoffer, laag is. En er een grote instapdrempel is. Dit mede door taboe, onwetendheid of zelfs door vrees voor de dader. En in vele gevallen waar het slachtoffer financieel ook afhankelijk is van de dader. Als politie willen wij maar één ding. Zorgen dat het weer veilig wordt thuis of binnen de relatie. Shangour zegt dat veel gevallen van huiselijk geweld nog in de taboesfeer zitten. Carmen Liquishu-Rassam, voorzitter van de Raad Huiselijk Geweld, geeft aan dat er verschillende aandachtspunten zijn voortgekomen bij de evaluatie van de wetgeving. Het blijkt onder andere dat er geklaagd wordt over de aanpak van overtreding van beschermingsbevelen. En de Nationale Raad Huiselijk Geweld, moet je zo zien, die is nu drukdoende te actualiseren beleidsplan als het gaat om de structurele aanpak van huiselijk geweld en ook uitvoering te geven aan de actieplannen die daarin zijn opgenomen. En u weet, als voorzitter wordt in principe ook de zorgpunten naar mij doorgesluist door diverse actoren. En ik wil er kortheidshalve ingaan op bepaalde van deze zorgpunten, zoals u wilt noemen. Waarbij onder mijn aandacht werd gebracht over de doorverwijzingen bijvoorbeeld die door de politie voor de aanvraag van beschermingsbevelen wordt gedaan. Waarbij na enig onderzoek door de beschermingsbevelrechter geconstateerd wordt dat deze feitelijkheden niet gekwalificeerd kunnen worden onder huiselijk geweld. En we hebben toen gedacht aan een bepaalde modaliteit om dit op te vangen. De wet is volgens Liquishu-Rassam ontzettend belangrijk, omdat bij overtreding van deze regels het strafrechtelijk proces kan worden ingezet om de overtreders aan te pakken. Ze stelt dat het van belang is dat aangevers snappen dat aangiftes heel serieus worden aangepakt.